Ja, ik ben dus Jacques d'Ancona. Ik begrijp dat eens even wennen. Ik ben figurant in The Passion. Samen met mijn oude televisiecollega Henny Huisman. Waarom heb ik ja gezegd tegen The Passion? Het is een goed programma, veel bekeken dus. En het is een mooi gemaakt programma. En ik denk dat het eervol is om daarvoor gevraagd te worden. Zelfs als figurant. Mijn vader was Jood. En om het heel eerlijk te zeggen, daar deed hij niets of nauwelijks meer iets aan. Maar hij was het. Hij is het geweest, natuurlijk. En mijn moeder was Nederlands hervormd. Ja, we gingen ook vaak zondags naar de kerk. Want daar preekte dominee Koolsma. En dominee Koolsma was een actualiteitenpredikant die zijn tijd ver vooruit was. Want die was ook geestig. En die was heel scherp. En die trok kerken vol. 2 keer per zondag. Nou, daar zaten wij dan ook vaak. Wat is mijn meest persoonlijke ervaring met God? Dat is in feite een non-ervaring. Wat ik zeker weet is dat ik God niet in beeld heb als een snoepjes uitdelende Sint-Nicolaas met een grijze baard. Die fantasie heb ik nooit gehad. Ik heb meer met Jezus, moet ik zeggen. Aan Jezus heb ik geen vraag. Ik voel mij te nederig om in zijn buurt te verschijnen. Heel vaak gaat opofferen samen met een soort van eigenbelang. Met ook een stuk egoïsme of ook met, jongens, kijk eens wie ik ben, hoe waardevol ik ben, wat ik allemaal doe voor de mensen. Daar houd ik dus totaal niet van. Het heeft mij als kind altijd gefascineerd. Wat gebeurde er op Goede Vrijdag? Wat was het lijden van Jezus? Hoe hebben ze Jezus doodgemaakt? Waarom? Waarom gebeurde dat? En mijn fantasie ging zo ver dat ik me voorstelde dat dat op Goede Vrijdag om 3 uur 's middags gebeurde. En ik als kind nam om 3 uur op Goede Vrijdag een pauze in wat ik deed, in spelen of leren, of Joost mag weten wat. En ik herdacht. Ik herdacht het sterven van Jezus op Goede Vrijdag om 3 uur.